Welkom bij de vervolgvideo over onze Jacobi conventie na een 1 sans opening. En vandaag gaan we het extra moeilijk maken door een heel moeilijk begrip te introduceren en dat zijn le mythanden. Oké, veel plezier! Even kort herhalen, wanneer kunnen we met 1 sans openen? Nou, dan hadden we 2 belangrijke criteria. Je moet tussen de 15 en de 17 punten hebben en een evenwichtige verdeling van alles wat. Om een paar voorbeeldjes te noemen, bijvoorbeeld we hebben 4 schoppers, 3 hartes, 3 ruiters en 3 klaveren. Nou, dit is echt een evenwichtige hand. Hoe konden we dat ook alweer vaststellen? We trekken een grote streep. En links van die streep moeten van iedere kleur er 2 zijn. Dus minstens 2 schoppers, minstens 2 hartes, minstens 2 ruiters en minstens 2 klaveren. En aan de rechterkant van de streep doen we het redelijk gelijkmatig aanvullen, maar zodanig dat er hoogstens maximaal 1 2 kaart overblijft. Nu, hier zit er geen 2 kaart bij, dus dat is ook prima. 4, 3, 3, 3. Maar bijvoorbeeld deze verdeling, 2 schoppers, 4 hartes, 4 ruiters, 3 klaveren, is ook prima, hè? Trek een streep. We hebben overal minstens 2 van en er is maar 1 echte 2 kaart. Maar ook de volgende is goed. 3 schoppers, 2 hartes, 5 ruiters. En dan heb ik nog ruimte voor 3 klaveres. Trek weer die streep. Overal er 2 van minstens. En er is maar 1 echte 2 kaart. Prima sansverdelingen. Nou, nog een ander belangrijk ding wat we zeker moeten herinneren. En daar komen we iedere les opnieuw weer op terug hoor. Wanneer kunnen we samen een manche spelen? En ja, wat hield dat ook alweer in, een manche? Ja, eigenlijk puur. Wanneer kun je meer punten verdienen, meer opbrengsten krijgen van je tegenpartij? En de manche premie die u kunt verdienen, dus als u een manche biedt en maakt, is maar liefst 250. Dus dat is niet gek, hè? Dat kunt u extra verdienen als u een manche biedt, maar ook maakt. Nou, wanneer bieden we een manche? 4 harten is een manche. 4 schoppen is een manche en 3 sans is een manche. Voor de mensen die goed opgelegd hebben, inderdaad, 5 klaveren en 5 ruiten is ook een manche. Maar dat zijn zoveel slagen, dan moeten we er al 11 maken, dus die bieden we maar liever niet. Dus we concentreren ons op deze 3 manches. 4 harten, 4 schoppen, 3 sans. 4 harten en 4 schoppen leveren hetzelfde op. En dan moet u wel een fit hebben, dus 8 kaarten in de geboden kleur. Als u 4 harten biedt, dan moet u 8 kaarten samen hebben in harten, minstens. 4 schoppen, minstens 8 kaarten samen in schoppen. En 3 sans als u dat allemaal niet heeft, maar wel genoeg punten voor de manche. Nou, eens even kijken of we het nog uit kunnen rekenen. Dus stel, u biedt een manche in harten. En u maakt dit met 1 overslag. Wat moet de tegenpartij u dan betalen? Nou, dat is 50 voor het maken van een contract. Plus 4 plus 1, dat is 5 keer 30. Plus, nou komt die mooie premie, u heeft een manche geboden. Plus 250. En dat levert u dus in totaal maar liefst 450 op. Goed, laten we eens een paar voorbeeldjes bekijken. Partner, let op hè, partner opent met 1 sans. En vervolgens heeft u de blauwe hand in uw handen. Dus partner opent 1 sans. En nu hebben we de vorige video en de vorige les zo'n prachtig trucje geleerd. Op het moment dat u 5 of meer kaarten hebt in een hoge kleur, en in dit geval heb ik 6 hartes, maar bij 5 of meer kaarten in een hoge kleur, dus in harten of schoppen, doet u meteen het Jacobi trucje. Bij harten biedt u dan ruiten,
En als u schoppen hebt, biedt u dan harten. Dus laten we daar maar meteen mee beginnen. Partner biedt 1 sans. Wij als de blauwe hand bieden 2 ruiten. En de kleur onder de kleur die we eigenlijk willen spelen. En met die 2 ruiten zeggen we tegen partner. Partner, ik heb 5 of meer, het mogen er meer zijn, hartes. Dus mijn partner moet 2 harten bieden. Moet, hij heeft geen keuze. De 2 ruitenbod is een gebod. Die zegt partner, jij moet harten bieden. Oké, en nu kijken we met onze blauwe hand naar wat het eindresultaat zou moeten zijn. En daarvoor hebben we die 2 vragen weer. Dus hebben we genoeg punten voor de manche? Nou, ik heb er 1. Mijn partner heeft er 15 tot 17. En zelfs als hij er 17 heeft, hebben we zeker niet genoeg punten voor de manche. Dus het antwoord is nee. Hebben we in een fit in een hoge kleur? Nou, dat hadden we al vastgesteld. Dus we hebben sowieso partner al 2 harten laten bieden. En wat wij nu doen, is heel snel passen. En zeggen, partner, veel geluk. Ik denk dat jij het beste in een hartencontract kunt spelen. Dan heb je nog wat aan mijn kaart. Dus bij 5 of meer kaarten in een hoge kleur, doen we eerst het Jacobi trucje. En dan kijken we pas naar de rest van het verhaal. Een ander handje. Dus partner opent weer 1 sans. Wij hebben als blauwe hand weer een 6 kaart schoppen. Dus 5 of meer in een hoge kleur. Dus we doen eerst het Jacobi trucje. En we bieden 2 harten. De kleur eronder. Partner moet nu 2 schoppen bieden. Oké, en nu gaan we pas de vragen beantwoorden. Hebben we genoeg punten voor de manche? Jazeker, want ik heb er 11. En mijn partner heeft er 15 tot 17. Nou, zelfs als hij 15 punten heeft, 15 plus 11 is 26. Dus ja, genoeg punten voor de manche. En hebben we een fit en een hoge kleur? Ja, want ik heb maar liefst 6 kaart schoppen. Plus de 2 die mijn partner moet hebben, hè, want hij is evenwichtig. Dat zijn 8 schoppers. Dus ik wil een manche spelen in schoppen. En die bied ik dan ook maar meteen. En wat we nu bereikt hebben met ons Jacobi trucje. Dat wat er ook gebeurt, degene die sans opent, gaat altijd spelen. Of dat nou een kleurencontract wordt of een sanscontract. Nou, dat heeft meneer Jacobi ontzettend mooi uitgevonden. Nogmaals een handje bekijken. Nu hebben we een 5 kaart harten. Dus ik denk verder niet na. Partner opent 1 sans. Ik doe het Jacobi trucje. Ik heb hartes, dus ik bied de kleur eronder. Partner moet 2 harten bieden. Oké, nu gaan we pas weer de vragen beantwoorden. Hebben we genoeg punten voor de manche? Nou, die hebben we zeker. Ik heb 10 punten. Aas, heer, vrouw, boer, dat zijn 10 punten. Partner heeft er 15 tot 17. Dus minstens 15 plus 10 is 25. Dus hebben we genoeg punten voor de manche? Ja. Maar de tweede vraag is moeilijker. Mijn partner kan natuurlijk makkelijk maar een 2 kaart harten hebben. Zij kan best bijvoorbeeld 4 schoppers, 2 hartes, 3 ruiters en 3 klavers hebben, hè, als voorbeeldje. Kan. Ik weet het gewoon niet. Dus hebben we een fit in een hoge kleur? Ik durf het niet te zeggen. Dus betekent dat ik nu mijn partner moet laten meedenken. Kijk, heeft hij een hand met een 2 kaart harten? Dan willen we het liefst de 3 sans spelen. Maar heeft hij een hand met een 3 kaart harten? Bijvoorbeeld deze hand. En nu heeft hij een 3 kaart harten. Dan mis ik nog een kaart. Bijvoorbeeld een 3 kaart harten. Ja, dan willen we wel 4 harten spelen. Want dan heeft hij 3 harten plus mijn 5, dat is 8. Hoe kunnen we partner nu mee laten denken? Door nu 3 sans te bieden. En daarmee zeg ik, partner, ik heb eerst het trucje gedaan. Betekent dat ik 5
of meer hartes heb. Nu bied ik 3 sans. Dat betekent dat ik in ieder geval een mandje wil spelen. Maar ik weet nog niet welke. En jij mag kiezen. Als jij 2 hartes hebt, dan pas je nu. Dus met deze hand past de sansopenaar. En heb je een 3-kaart harten, dan corrigeert hij naar 4 harten. Dus nu mag de sansbieder nog kiezen. Of pas of 4 harten. En dat is alleen maar afhankelijk van het aantal hartes dat de sansopenaar heeft. Moeilijk, maar dit gaan we echt allemaal onder de knie krijgen. Maakt u zich niet bezorgd. Een ander voorbeeldje. Partner heeft weer 1 sans geopend en we hebben nu 9 punten en een 6 kaart schoppen. En omdat we die 6 kaart schoppen hebben, beginnen we onmiddellijk met het Jacobi trucje. Dus 2 harten. Partner, jij moet 2 schoppen bieden. Oké, nu denken we pas na over de verdere vragen. Hebben we genoeg punten voor de manche? Ja, en nou heb ik het moeilijk. Want partner heeft 15 tot 17 punten. Als hij er 15 heeft, 15 plus mijn 9, dat is niet genoeg, hè? Ik heb 9 punten. Maar 16 of 17 punten, dat is wel genoeg. Dus dan hebben we wel een manche. Dus ik twijfel of we genoeg punten hebben voor de manche. Gelukkig twijfel ik niet over de fit. Ik heb een 6 kaart schoppen. Mijn partner heeft er zeker 2. Dus we hebben een fit in schoppen. Dus in ieder geval wil ik een schoppencontract spelen. Dus het bod schoppen, dat staat vast. Maar hoeveel? 4 schoppen vind ik nogal wild, hè? Want als mijn partner dadelijk 15 puntjes heeft, dan gaan we down. Passen is natuurlijk ook nogal wild. Want als hij 17 punten heeft, kan ik die manche premie verdienen. Die wil ik toch niet voorbij laten gaan. Nou, daar heeft ook weer Oswald Jacobi iets op verdacht. Die biedt nu 3 schoppen. Dat zit precies in tussen de 2 en de 4 schoppen, de manche. En ook nu weer mag mijn partner even meedenken. Als hij 15 punten heeft, dan past hij. Heeft hij 17 punten, dan biedt hij 4 schoppen. Ja, en bij 16 punten, ja, dan weet ik het ook niet. Dan volg uw instinct, hè? Volg uw gevoel. Dus 3 schoppen is partner. Ik twijfel niet over de kleur. We hebben een fit in schoppen. Maar ik twijfel wel of we de manche kunnen. Dus nu mag de sansopenaar passen of 4 schoppen bieden. Dat zijn zijn keuzes. En dat doet u puur afhankelijk van het aantal punten. Nou, dit noemen we nu met een duur woord een limiethand. Nou, u heeft bijna de manche, maar niet helemaal zeker. U moet nog even uw partner mee laten denken. Oké, nog een paar andere voorbeeldjes. Een partner opent weer 1 sans. En nu heeft u geen 5 of meer harten en geen 5 of meer schoppers. Dus geen Jacobi trucje. Okay, dus we kijken maar eens naar onze punten. Ik heb 7 punten. Nou, hebben we dan genoeg punten voor de manche? Partner heeft er 15 tot 17. Als hij er 17 heeft, dus echt het maximale wat hij kan hebben, plus mijn 7, dat is nog steeds niet genoeg voor de manche. Dus nee, we hebben niet genoeg punten voor de manche. Hebben we een fit in een hoge kleur? Ja, ook niet, hè? Ik heb maar 3 schoppers en 3 hartes. Dus als mijn partner 1 sans opent, dan zeggen we partner, toi toi toi, jij mag 1 sans spelen. Pas. We hebben geen manche en we willen ook geen kleur spelen. Ander voorbeeldje. We hebben precies dezelfde verdeling als de vorige keer. Partner opent weer met 1 sans, 15 tot 17 punten. En nu heb ik maar liefst 14 punten. Hè?
aasheer vrouw, hè, schoppen aas, hartenheer, schoppen vrouw, even samen tellen, dat is 9. Deze heer vrouw samen, dat is 5, dus dat is samen 14 punten. Dat is veel. Dus zelfs als mijn partner maar 15 punten heeft, minste wat hij belooft, plus 14 is altijd nog 29. Dus ruim voldoende. Ja, we hebben genoeg punten voor de match. We hebben geen fit in een hoge kleur, hè? Want we hebben maar 3 schoppers en 3 hartes. Dus het antwoord is nee. Dus we kunnen geen 4 harten spelen, geen 4 schoppen. Dus we willen een manche zonder troef. En die bieden we dan ook maar meteen. 3 sans, partner, jij mag nu een manche spelen. En partner past. Ik geef hem helemaal niks te denken. Ik zeg, jij speelt 3 sans. Maar natuurlijk, soms hebben we twijfelhanden. Hè? U zag hem al aankomen. Dus partner opent weer 1 sans, 15, 17. En nu hebben wij 9 punten. En dat is weer die heerlijke twijfelhand. Want heeft hij er 15, mijn partner, plus 9, dat is niet genoeg voor de manche. Maar 16 of 17, ja, dan is het wel genoeg voor de manche. Dus hebben we genoeg punten voor de manche? Ik zou het niet weten. Misschien, misschien wel, misschien niet. Nou, we hebben geen fit in een hoge kleur, want ik heb maar 3 schoppers en 2 hartes. Dus dat is duidelijk. Dus als we de voorbeeldjes nog even terugdenken. Als we te weinig punten hadden voor de manche en geen fit, dan pasten we. Hadden we genoeg punten voor de manche en geen fit, dan boden we 3 sans. Ja, nou dan zal het niet zo heel moeilijk zijn om te bedenken dat ik er nu weer tussenin ga zitten. Dus ik bied 2 sans. En nu zeg ik tegen partner, jij mag kiezen. Als je 15 punten hebt, dan pas maar. Want dan hebben we niet genoeg voor de manche. Heb jij 17 punten, dan bied maar 3 sans. En heb je er 16, ja, dan kijk maar weer even. Hoe goed speel je vandaag? Schijnt de zon? Verzin iets positiefs. En bied dan of pas of 3 sans. Ja, dus ook deze 2 sans is een limietbod. Ik twijfel niet over de soort. Ja, want ik zeg we gaan sans spelen. Maar ik twijfel wel over de hoogte. Of we wel of geen manche kunnen. Nou. Dit gaan we in de komende weken flink oefenen. Dus geen zorgen als u het allemaal nog niet goed begrijpt. Zowel in het lesboek als in het werkboek. En dat zou ik zeker adviseren om te maken. Die opgaves dan heel veel opgaven. Gewoon blijven herhalen tot u geen enkele fout meer heeft. En dan bent u goed bezig. Oké, tot de volgende video.